Welkom op de persconferentie na afloop van KNV Kortrijk, Royal Moucron Perrué. We beginnen uiteraard met de bezoekende trainer, meneer Janewski. Ja, u doet wat niemand kon dit seizoen, hè, winnen op Kortrijk. Ja, oké. Je weet dat als je komt in Kortrijk, is het wordt een moeilijke wedstrijd. Dus ik dacht tot nu toe, dit seizoen is even niet verloren. We gaan een paar draws. Ze winnen ook tegen de grote clubs, dankzij ook de goede organisatie. Omdat ze hebben ook een goede zoon. Mijn collega is een goede coach. En ze hebben veel punten gehaald. Dus. En daarom heb ik gezegd aan mijn spelers, na de verloren wedstrijd tegen de Mechelen, dat we moeten herpakken. Dat zal niet gemakkelijk zijn. We zijn ploeg dat alleen collectief moeten spelen, niet als de laatste wedstrijd individueel. En dan zullen we nooit punten halen. Dus vandaag is de reactie naar de verloren wedstrijd toe. We blijven goed in de organisatie. Hij moest het zo doen, omdat ja, Kortrijk heeft spelers dat kunnen individueel acties maken, zoals Marušić. Vandaag, oké, Papazoglitos niet daar, misschien de tweede half toen ik kwam. En ik dacht, de eerste half, we hebben goed gedaan, goede organisatie, ook alle twee ploegen, ze kregen niet zoveel kansen, ondanks dat mijn gevoel is dat we waren iets dichter voor, voor 0-1 dan de zee voor 1-0. En we waren efficaas, moet zeggen, en we scoorden twee goals. En in de halftime zei ik, kijk, nu moeten we twee dingen doen. Of je blijft dezelfde organisatie houden, of je begint te zweven en het terug te zaken. En dan vraag je voor een probleem. Dus, en 10 minuten later, wat je ziet, oké, eerste actie, de beste kans, Marušić alleen voor de keeper. En daar voor mij is het cruciale moment van de wedstrijd. Goede reactie van Wagner. Het is niet de eerste keer dit jaar. Die heeft ons ook gered op een goed moment. En dan zie je dat de druk begint te worden met de supporters van Kortrijk hier. En met de inbreng van Papazoglu. En onze vier verdedigers van achter de rugzaken en zoeken voor problemen. En ze pakten veel corners, vrije trappen. En we weten dat Kortrijk is zeer gevaarlijk. Ondanks de tonden de belden tegen anderen voor de Becker en voor alle wedstrijden. Ze maken veel goals van de stilstaande fase. En als je geeft 3, 4, 5 meter ruimte, dan ze scoren. En op dat moment is het, u kreeg het moeilijk, zeker 1 kwartier, 20 minuten, goed overheen gebleven. En ik moest ook veel corrigeren vanuit de bank. Dus mijn stijl en de spelers weten dat. Ik moet corrigeren. Waarom? Omdat ik heb veel spelers met de verschillende talen. En ze praten niet maar, dus je moet altijd aanwezig zijn. Proberen de ploeg iets hoger te spelen. En en u wist dat Kortrijk zal de laatste 10 minuten meer risico nemen, meer ruiten zal u kunnen krijgen. En dat is gebeurd en ik ben blij dat vandaag de verloren punten tegen Mechelen toe is. We hebben vandaag gerecupereerd, omdat het zeer belangrijk is. Als je ziet dat Wesselo pakken gisteren punt, Leuven komt dicht. En we moeten verder doen nu, niet beginnen te zweven opnieuw. Zo snel mogelijk 30 punten halen en niet te degraderen dit jaar. En deze kan alleen ons impuls en vertrouwen geven naar de volgende wedstrijd. En voor de rest wens ik aan de Kortrijk nog veel succes en aan mijn collega. Dankjewel, meneer Janewski. Ja, Johan, ja, eerste thuisnederlaag. Hoe blik je terug op de wedstrijd? Maar eerst en vooral proficiat aan Moeskoen voor de wedstrijd die ze hebben gespeeld, vooral de eerste helft. Ze hebben aan ons gegeven een les qua mentaliteit, qua karakter, qua inzet. En daar waren we niet goed, denk ik, in de eerste helft. We waren te ver van de man, we hebben niet gespeeld zoals we kunnen spelen. En als je pakt 2 doelpunten zo, vooral de tweede doelpunt, dan ben je altijd in een moeilijke situatie. En gedurende de helft, ik heb gesproken met de spelers, ik bevraagd een andere Kortrijk te zien. En ja, met de inbreng van Papazoglu, dat wel iets beter. En we hebben toch 4, 5 kansen gecreëerd, maar we scoren niet. En het probleem is bij ons dat de derde doelpunt kan nooit gebeuren. Het is niet de eerste keer dat we nemen zo'n doelpunt. We hebben dat herhaald aan de spelers en dat is opnieuw hetzelfde verhaal. Dus dat was onmogelijk voor ons om te winnen, vooral als je speelt alleen maar 1-11.